Diverse zorginstellingen hebben nieuwe ambulances in bruikleen gehad van het ministerie van Volksgezondheid. Het gaat om het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, het Regionaal Ziekenhuis Wanica, het Slans Hospitaal, het Jaconessehuis, de Medische Zending en het BOG. De overdracht vond donderdag plaats op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid. Nu zijn niet alleen overheids, maar ook particuliere ziekenhuizen van een ambulance voorzien. De ziekenwagens zijn volledig voorzien van medisch apparatuur. Directeur Jason van Genderen van het regionaal ziekenhuis Wanica heeft uit handen van minister Amar Ramadien de sleutels van twee ambulances ontvangen. Directeur, hier zijn uw twee ambulances in officiële overdracht. Zoals we hebben afgesproken daarnet, uw ziekenhuis is ook bezig met COVID-zorg, met name. Dus we hopen dat dit voertuig goed ingezet kan worden ten behoeve van ziekenvervoer, ten behoeve van de logistieke zaken rondom COVID-19. En we hopen dat u ook de voorwaarden en de andere zaken die zijn opgenomen, dat u daar zich daaraan houdt. Uw deskundig personeel zal daar goed naar kijken. Het is een volledig equipped ambulance. We gaan daar zo meteen naar kijken. Dus nogmaals, hier bij de overhandiging van uw ambulance. Dank u wel, minister. Ja. We zijn natuurlijk heel blij met deze geste wat betreft de ambulances. Daarnaast weten we ook hoe hard het ministerie zich inzet om de COVID-zorg in alle zorginstellingen te continueren. De ambulances zullen gelijk ingezet worden, het moment ze van hier wegrijden. En natuurlijk, wij hopen dat in de toekomst ook nog de behoefte is aangegeven. Maar vooralsnog zijn we heel blij met deze gesten. En we hopen dat u in de toekomst ook nog kan inspelen op de andere behoeftes. Jason van Genderen, directeur van het ziekenhuis Wanica. En daarvoor minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. Verschillende ziekenhuizen hebben afgelopen donderdag ambulances in bruikleen gehad van het ministerie van Volksgezondheid.